Slam Taxi. Ja, dit is hem hoor. Mijn favoriete maantrack, Ride It. En het leuke is, ik zit in de Slam Taxi en ik ga haar ophalen vandaag. Ze moet naar een optreden toe. Wij gaan haar brengen. Het is het 19-jarige meisje, weet je wel. De winnares van The Voice of Holland. Van wie haar leven nu op de kop moet staan, denk ik. Omdat ze allerlei optredens heeft, allerlei leuke dingen gaat doen. We gaan eens even vragen hoe het met haar gaat. Wat er allemaal op de planning staat. Waar ze al die gouden platen laat, bijvoorbeeld. En hoe het is om in Amsterdam te wonen, want daar woont ze sinds kort. Op weg naar Maan met de Slam Taxi. Om haar eens even naar de optreden te brengen. Hey Maan! Goedenavond! Goedenavond! Hallo! Hoe is het dan om nu ineens op jezelf te wonen? Want je woont dus nu dan 2 maanden op jezelf of zo, of nog niet eens? Of wel langer? Eigenlijk nu 1 maand en een paar dagen. Wauw, ja. Dus je moet echt nog, je moet nog pannen kopen waarschijnlijk. Nou ja, ik woon in een huis met 5 andere meisjes en een jongen. Ja. En zij wonen daar al best wel lang, dus we delen gewoon 1 keuken. Dus Maan woont gewoon op kamers. Ja. Ja, zonder dat je aan het studeren bent nu. Ja. Hoe is het om bekend te zijn dan in Amsterdam? Is dat anders dan in Bergen? Merk je het heel erg? Nee, ik merk het in Bergen veel meer dan hier. Eigenlijk, heel veel mensen zeggen van ja, en je bent nu een BN'er. En dan denk ik een BN'er. Dat voelt echt totaal niet zo. Ja, maar dat ben je, Maan. Nee, maar... Je bent hartstikke bekend. Ja, maar het voelt gewoon, als ik op straat loop of in het Vondelpark ben of in de, weet ik veel, een winkel of zo. Ik merk gewoon bijna niet dat mensen het opvalt, zeg maar. Nee. Ik weet niet, het is gewoon... Ja, het is ik kan alles doen en niemand... Maar er zijn ook veel toeristen. Ja, die weten van dus niks die natuurlijk. Die weten het ook niet. En hier in Amsterdam, in elk restaurant waar je zit, zit je ongeveer met een andere bekende Nederlander. Ja, precies. Waar kunnen we jou vinden in het weekend? Of door de week juist, want in het weekend ben je natuurlijk aan het optreden. Ik ben een paar keer naar Jimmy Hoe gegaan. Mm-hmm. Dat is leuk. Vaak beland je, als je niks leuk vindt, toch in de bubbels of de kleine. Want daar is het heel altijd fout, leuk. Maar het is wel waar. Op een gegeven moment dan, ja, als je al de technomuziek of weet ik veel iets zat bent, dan ga je gewoon lekker naar de kleine en heb je meezingers en iedereen is gewoon een beetje chill. Ja. En dan komen alle telefoons uit de broekzakken, want daar herkent iedereen je weer en moet je toch op de foto? Of valt het heel erg mee? Nee, maar echt oprecht niet. Het is meer bij mij als ik dan me voorstel aan iemand en dan zeg ze, oh, ik ben die en zeg ik, oh, ik ben Maan. En is het zo, oh Maan, ben jij die zangeres? En ik was ook een keer, was ik op Mysteryland, toen zei zo'n jongen tegen me, hallo, ik ben Nini. Ik zei, oh, ik ben Maan. Zei hij, oh, dezelfde naam als die zangeres. Zeg ik, it's me. Ja, hallo. Er zijn weinig mensen van jouw leeftijd, denk ik, die kunnen zeggen dat ze even met de koning hebben staan babbelen. Ja. Hoe was dat? Super nice. Dat was toch? Echt super nice, ja. Dat was namelijk Nou, ik had een keer les gegeven op de school waar Alexia op zat. Oh, oké. Okay. En dan had ik een soort van gastles qua muziek gegeven. En zij zingt ook. Alexia zingt ook. Toen kwam ze al naar me toe en toen zei ze, ja, en ik vind Perfect World zo'n leuk liedje. Maar dan zet ik hem thuis op en dan komt Amalia en die doet dan weer een ander liedje. Maar dan zeg ik, nee, ik wil Perfect World op. Nee, dit is echt waar? Ja. Dus zij vechten om jouw liedjes? Ja. Dat vond ik echt super tof om te horen. Dat is natuurlijk wel heel vet. Leuk, hè? Vraag ons ook altijd een beetje af welke radio luistert Willem-Alexander. Zal hij wel eens Slam aanzetten in de auto? Waarschijnlijk dus wel, want de prinsesjes willen Maan horen. Wie is je grote voorbeeld? Beyoncé. Ja. Wat maakt Beyoncé zo fantastisch? Gewoon, ja, man. Was je in de arena? Ja. Dat moet kippenvel geweest zijn dan. Ja, dat is bizar. We stonden echt 30 meter van er vanaf. Ik kon er gewoon bijna aanraken. Het is zo bizar. Ik weet niet, zij zingen, de attitude, de performance, dans tijdens het zingen, het weet ik veel, alles, de persoonlijkheid, het clips, het hele plaatje gewoon, ik vind het, dat wil ik ook. Ja! Ja! Kijk, dit is natuurlijk... All the single ladies. Dit doe ik ook in mijn dansje erbij. Heel goed, heel goed. All the single ladies. All the single ladies. Now put your hands up. Up in the club. Just woke up. Do my own little thing. Oh, 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 oh
Oh. Dit is hem, hè? I feel like it needs to the Buddha. I feel like it needs to the Buddha. Don't we want to say that he wanted. Oh. I feel like it needs to the Buddha. Ring on it. Oh, oh. Hey, daar zijn we. Joepie. Ik zal een echte taxichauffeur dat doet, zal ik even je deur opengooien. Ach. Dat is lief van je. Komt u verder. Nou, dit ding mee. Dankjewel. Nou, top. Dankjewel. En succes. Super lief. Slam Taxi.